Ja, absoluut. Met alle respect voor MVV, die het gewoon beter hebben gedaan dan ons. Zo simpel is het ook. Ik denk dat het misschien nog een terechte nederlaag was ook, als je ziet hoe wij het een aantal keer weggeven. Jari Schuurman, waar bouw je het meest van vanavond? Misschien wel van ons spel. Ik denk dat wij een veel betere ploeg zijn dan dat we vandaag hebben laten zien. En dan moet je gewoon in de spiegel kijken en kan je het alleen jezelf verwijten. Wanneer je in de spiegel kijkt, waar ging het dan mis? Het voetballende gedeelte, denk ik, was vrij aardig tot een bepaalde hoogte. Ik denk dat we het in de eindfase niet goed deden, onrustig waren, verkeerde keuzes maakten. En een stukje volwassenheid in de ploeg en het verdedigen, denk ik, dat eraan ontbrak. En dat is ook te spiegelen aan het aantal kansen dat jullie hadden. Dat was niet heel erg veel. Nee, we probeerden het dan met voorzetten, maar ik denk dat er te weinig creativiteit was in de laatste fase op het veld. En je maakt nog wel een goed doelpunt. Dat is eigenlijk niet dus juist Schuurman. Je bent vooral goed met je voeten, maar koppen. Dat hadden we niet zo vaak. Ja, ik heb dit jaar al eentje eerder gemaakt. Ik heb nu 6 wedstrijden weer gespeeld sinds mijn blessure, als het niet iets meer is. Ik bedoel vooral het koppen. 2 goals, 2 kopballen. Dus ik kan het wel. Als ik iets hoger op het veld sta, zoals als we aanvallend gaan wisselen, kom ik ook automatisch iets hoger dan de iets controlerende rol die ik dit jaar heb. En dan weet ik dat ik kan scoren en dat laat ik net ook zien. Maar goed, nu de nederlaag bij MVV, wel een directe concurrent waar jullie hadden moeten winnen. Ja, absoluut. Met alle respect voor MVV, die het gewoon beter hebben gedaan dan ons. Zo simpel is het ook. Ik denk dat het misschien nog een terechte nederlaag was ook, als je ziet hoe wij het een aantal keer weggeven. En alsnog vind ik, dat is mijn mening, dat wij een betere ploeg dan zij hebben. En vind ik dat we hier gewoon naar huis moesten gaan met de 3 punten. En dat hebben we nagelaten en we hebben gewoon slecht gespeeld. Als je dan toch kijkt naar aanleiding van deze wedstrijd. Jan Zoutman is ook in zijn tweede wedstrijd hier bij FC Dordrecht. Er zijn nu 2 wedstrijden verder. Wat voor indruk maakt hij op jou? Hele goede indruk. Ik denk dat hij heel goed is met de staf. Ik denk dat er ook niks te verwijten viel aan het plan, maar gewoon aan de uitvoering van het team. Ik denk dat we het niet goed hebben gedaan. En ik denk dat de trainer de komende periode wel meer zijn stempel op de groep gaat drukken. Samen met Ben en de andere stafleden.